Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in likra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Trainen op hoogte, zinvol of niet? Iedere serieuze duursporter gaat tegenwoordig herhaaldelijk op hoogte stage of slaapt wekenlang in een tentje met minder zuurstof. Waarom doen ze dit en is het nut ervan wel bewezen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goede... goedemorgen. Ja, tijd voor een nieuwe bak koffie en dit keer over een artikel wat jij geschreven hebt voor sportgericht, het Sport. vakblad van uh, bewegingswetenschappers, waarin jij uh, twijfels plaatst bij het uh, wetenschappelijke nut van een hoogtestage. Mm -hmm. Ja, dan beginnen we met onze vaste vraag. Wat, wat is voor jou de aanleiding om hier eens in te duiken? Ja, dat is toch... Uh, ik was laatst bij een, uh, een congres van de expeditiedokters. Uh, Oké. Okay. Uh, Extreme Medicine heet die club. Uh, het zijn allemaal van die doktoren. Ja, je, die, die eruit zien een beetje als... Uh, als bergbeklimmers hè? een beetje van die, die jassen ook van, van die, die bergmerken, die skiassen en ook uh, hikeschoenen, et cetera. Aan ja. hele uh, leuke club en uh, sportieve club. En die hadden dus een congres over extreme sports. Waarbij eigenlijk een uh, zevental sprekers kwamen en waarvan eentje uh, ging vertellen: doodleuk, nou, die, uh, die hoogte training, hoogste stage die topsporters doen. Ik geloof er niet in dat dat uh, ze helpt om beter te presteren. Ja. Nou, daar ben ik even beter voor gaan zitten. En ik wou ik... zeggen, want de uitspraak: ik geloof niet. Dat nee. is niet waar wij en als wetenschappers En ik ga omleunen. jullie nu laten zien waarom. Okay. En, dat is, uh, en ik kende de man wel, uh, ik was zijn studies al tegengekomen, ook bij het, uh, het boek. Waar ik toch maar weer even <laughs> moet vermelden dat ik geschreven Iederam, heb. Leverie, heb jij een boek geschreven, Jurgen? Jazeker, het maakbare het... uur ja. over die werelduurrecordpoging van Dion Beukenboom. Omdat daar uh, ten eerste hij zelf die poging ook op hoogte deed. Ja. In Aguas Calientes op 1800 meter. En hij in een uh, hoogtentje. Uh, wekenlang uh, ging slapen. Oké. Okay. En dat. Uh, dus ook hij paste dit. Ja. Toe. Ja, ik, uh, en, ja. En toen, op dat moment dook ik al in een aantal studies. En ik raakte ook niet 1, 2, 3 overtuigd van dat hij dit moest doen. Of dat überhaupt sporters dit moeten gaan doen. Om uh, redenen van. Uh, uh, ja. Hun, hun prestatie te verbeteren. Zo, maar dan wel, zoals altijd wordt uitgelegd. Door het kweken van meer rode bloedcellen. En ja, dat is het idee eruit. Dat is ja. wat is. Wat ik als amateursporter weet. Als ja. je op hoogte bent, is er, eil, nee, is er minder zuurstof. Klopt. En je lichaam gaat zich adapteren door meer rode zuurstofcellen ja. aan te maken. En dat kun je dan ja. hier in Nederland op laag niveau doen. door in zo'n tent te gaan liggen. Ja, dat is eigenlijk het hele idee. Het is eigenlijk een, de natuurlijke manier van bloeddoping. of van een EPO-injectie. Je gaat op hoogte en je lichaam voelt van hé, hey, hier zit minder zuurstof in de lucht. Nou, de nieren die reageren daarop door EPO aan te gaan maken. Nou, Natuurlijk. Ja, ja. ja, en dat EPO dat zet het beenmerg aan tot de aanmaak van uh, verse uh, rode bloedcellen. En die rode bloedcellen die, uh, ja, die groeien uit tot uh, volwassenen rode bloedcellen. En die zijn ja, gemaakt om je zuurstof uh, te, te binden en te vervoeren naar ja. bijvoorbeeld de spieren die het nodig hebben. Dus je zou denken, oké. Okay, meer EPO, meer rode bloedcellen. En dan uh, compenseer je eigenlijk voor. Uh, of dan heb je gewoon ja, meer zuurstof. Ja, en de zuurst... winst is natuurlijk als je weer van hoogte dan Precies. naar beneden gaat. Ja. Want dan is er wel weer veel zuurstof. En dan ja. heb je opeens heel veel rode de, uh, bloedcellen. Ja. En kan je heel veel zuurstof naar je spieren brengen. Dat, dat is het dat hele is de, idee. Het idee. Ja. En uh, ik heb ook het, uh, ja, eigenlijk uh, het gevoel dat iedereen dat nog steeds zo benoemt: van ik ga. Je hoeft maar een, een wielrenner in een interview tegen te komen. Uh, Annemiek van Vleut bijvoorbeeld. Ze was in Colombia dit, uh, dit jaar ja. en... Uh... Ze doen het allemaal en ze doen het allemaal om uh, ja, rode bloedcellen te kweken. Ja, ik zie nou, ook uh, veel amateursporters op allerlei triathlon trainingskampen richting ja. de tijden gaan en zo. Hè? Precies. De tijden op ja. de Tenerife, de berg op fietsen. Misschien ja. is dat ook gewoon om de klimspieren te trainen. Ja, dat, dus deels wel. Daar komen we dan nog op terug. Maar die, uh, deze man, Christophe, uh, Christophe Siebenman, dat is volgens mij een, een Deen. Mm -hmm. Ja, die, uh, die, nou, die had een aantal argumenten. En uh, als ik dat, uh, ja, daar kan ik zeker mee inkomen. Uh, waarom we daar toch aan mogen twijfelen of het niet gewoon een placebo-effect is? Okay. En dan met name het feit: van, ja, je, bent, je moet het geen hoogtestage noemen, maar een trainingstage. Je bent gewoon ver weg van huis, heerlijk, ja, geen gedoe. Je bent een week of twee weken alleen maar bezig met sporten. Ja. Super gefocust. Goed eten, goed slapen. Nou, mooie omgeving. Wat jij zegt, je kan eindelijk eens uh, echt klimmen. In plaats van dat je op de die, die Ruitsberg of op de Amerongse berg uh, weer ontmoet, ja. is dat het niet gewoon? En uh, ja, waar, dat draagt zeker bij. En uh, nou, de argumenten die jij aanhaalt, wil, wil, zijn wil er ik een toch paar. Even, wil ik, voordat jij die argumenten gaat listen, even een, uh, een reactie van een trouwe luisteraar en kijker. Lucas van Rosmalen. Ja. Uh, de, de trouwe volgers kennen hem misschien ook uh, vanuit de reacties. Uh, fijn, uh, Lucas. Maar die zei op een gegeven moment tegen ons... Ja, maar wacht even, jongens. Jullie doen dingen de hele tijd af als placebo-effect. <laughs> ja, nou en? Effect ja. is toch effect? Uh, maakt toch niet ja. uit of het nou per se fysiologisch of placebo tussen je oren is... Misschien is het goed voordat we erin duiken om even te snappen, waarom is het niet oké okay als het alleen maar placebo. Uh, is. Ik, ik vind dat best oké. Okay, maar ja, ben je daar wel bewust van. Ga nou niet. Ja, wat ik niet wil, is dat uh, ja, mensen. Uh, misschien amateursporters, denken. van we moeten met z'n allen ook naar de tijden. of naar een dure trip. Hun uh, hun vrouw en kinderen weten te overtuigen. Van ik moet daar naartoe. Ja. Om uh, mijn rode boetcellen te kweken. En dan. Uh, ja, daar veel geld aan uit te geven. Daar, daar zit eigen... de crux, hè? Daar Dit zit... is meer de marketing. Ook ja. in onze aflevering over herstelbevorderende maatregelen. Naar aanleiding van het boek Klopt. van Christy Ashwonnen, Good to Go. Die eigenlijk ook zegt: al die hersteldingen, die, die pakken die je ziet, waar je met je benen in gezet, de ijsbaden, eiwitschakes, allemaal onzin. Ja. Behalve, als jij je daar goed op dat voelt, is... dan moet je ja. dat vooral doen. Ja. Maar dan moet je dus niet. Tonnen aan geld of nou, nee, duizend nou, dat, euro's en dat, dat geven. is voor mij wel. En natuurlijk, als wetenschapsjournalist, ja, dan, dan ben je wel een beetje waakzaam voor echte hypes en uh, ja, of dingen nou echt wetenschappelijk bewezen zijn. En dan bij een hoogtestage, is daar, uh, zijn daar gereden twijfels over? Ja, vertel de nou, argumenten van uh, deze. Uh, ja, ten, ten eerste is daar het feit: van oké, okay, lukt het inderdaad om het aantal rode bloedcellen of ja, hemoglobine, is dan het, het, het eiwit in die rode bloedcellen uh, die, die de zuurstof bindt. Om dat op te krikken als jij op hoogte gaat. Nou, en hij zegt ja, dat lukt zeker. Maar dat lukt vooral als je echt hoog gaat. Okay. Dus boven de 3. 3500 meter. Mm -hmm. Alleen daar is het verdomde lastig trainen. Dus, want dan merk je al echt eile lucht ja, daar kan je niet, niet echt diep gaan, dus daar moet je al een stuk minder hard gaan je trainen, je slaapt slecht, je eet slecht. dus wat ze vaak kiezen voor ja, je hebt ook minder, uh, minder eetlust op, op hoogte. Ah, op moment dat uh, er zo weinig suiker ja, voor me je voelt okay. je echt niet lekker. ik weet niet of jij, ja, ik ken het wel eens van, uh, ik ben wel eens wintersport naar Val -touran. dat ligt op 2300 meter, nu je zo hoog. Maar dan merk je dat je in één dag daar komt en je een beetje lichte hoofdpijn hebt. Ja, ja Dat je snel aan het heiken bent en, en zo. En ja, ja. Ja, ja. Nou, voel je niet helemaal uh, topfit en in ieder geval niet in staat om lekker uh, uh, ja, enorm diep te gaan bij een inspanning. Gelukkig skiën uh, je ja, laat vallen. Mij, en, uh, ja, ja, ja. Ja. Maar dus wat de meesten doen, die gaan rond de 2000 uh, meter 1500 meter zitten. En dan uh, zegt hij, daar gebeurt het helemaal niet. Nee, daar gebeurt het onvoldoende. Of. En daar heb je het weer, hebben we het al over gehad. Je komt in de groep responders versus non-responders. Dus sommigen lijken wel het omhoog te gaan en roodboetsijl te kweken. Anderen weer niet. En het heeft ook met timing te maken. Want bij de ene is dan, uh, ja, is na een week misschien al een verhoging te zien. Bij anderen pas na twee, tweeënhalve week. Uh, en uiteindelijk wil je het testen van of het prestatiebevorderend effect er is. Dus dan ga je naar die... Twee, drie weken eens kijken en dan ga je ze doen. Je fietstest van. Nou, pak een beetje 20 kilometer. Ja, en dan zie je eigenlijk. Ja, sommige ga, gaan in dat zijn vooruit gegaan en andere weer niet. Dus, uh, dus de effecten zijn ook nog niet eens zo groot. Nee. En dan hangt het er ook maar af. Hè? Het is niet universeel te zeggen. Dat betekent dat er eigenlijk responders, non-responders, niet voor iedereen gelijk. Plus het feit van dat hij zegt: Ja, wat daar doorheen speelt is wel. Want je, mensen gaan daar toch wel trainen vaak. Want ja, je bent in ieder geval op een staan. Dus is het niet gewoon het effect dat jij iets meer getraind hebt. Nou ja, en dat is eigenlijk de manier om dat echt uit te vinden, is om een ja, dubbelblinde placebo gecontroleerde studie te doen. Dan hebben we het weer. Dat is de gouden standaard. Ja, wetenschappelijke taal. Dus uh, even ontleden. Dubbelblind. Is dat de onderzoeker en de proefpersoon niet weten in welke groep die zit? Of die uh, het middel krijgt, of de placebo. Of maar het middel in dit geval zou de hoogste stage ja, zijn. Precies. Dus dat weet je. Dat kan niet dubbelblind. Ja, maar, maar daar uitgemaakt. heeft hij iets slims op gevonden. Door. Uh, hij, hij ging in, uh, in Frankrijk in echt een mooie. Uh, op duizend meter. Het was in, in de Jura, Prémanon Nor heet het. Het is een plaatsje waar volgens mij het uh, Franse Olympisch. Uh, uh, het uh, comité heeft daar hun faciliteiten. Dat is prachtig. Allemaal. En wat ze daar hebben: een soort hotel mm -hmm. met allemaal hoogte kamers waar ah, mensen kunnen. dan komen we bij het tentje. Ja. Dus de zuurstofgereduceerde omgeving. Ja, je kan in een, in een, in een tentje inderdaad een soort campinggevoel. Nou, dat was bij Beukenboom het geval. Ja, en uh, Maarten van der Weijden uh, werd ja, er bekend mee, toch? Precies. Die hadden in hun slaapkamer ja. een soort zuurstofarme ja. tent gemaakt. Ja, en dat is wel uh, hilarisch. Ik in ieder geval toen ik bij Beukenboom ging kijken... Ja, die woonde al niet uh, super ruim bemeten. En die, uh, ja, die had dan op zijn uh, tweepersoonsbed een koepeltentje. En hij zette dat apparaat aan. En dat uh, zuchtte behoorlijk... Tent en dan zuurstof met een mindere ja, uh, concentratie. Ja, en, ja we uh, moeten dus zeggen lucht met een lagere ja, concentratie. Precies. Zuurstof. Ja. En, en de grap was: daar lag dan een, uh, een, een luchtbedje naast. En ik zei: Wat is dat dan? Wie, wie slaapt daarop? Ja, dat is mijn vriendin. Want die trekt, die trekt dat geluid vaak niet. En dus die, uh, die gaat s'nachts, die moet ze er maar uit. En dan moet ze daar, gaat ze daar slapen. Dus hij, uh, ja, het was echt behelpen. En dan idealiter, dan ga je eigenlijk uh, 16 uur per dag in zo'n tentje zitten. Dat, dat laten de studies zien. Heb je eigenlijk 16 uur nodig? Omdat, ja, wat, wat dan het gunstige weer is van het tentje. Is dat jij uh, nou wel op uh, hoogte slaapt. Ja. Maar uh, laag kan trainen. Ja. En dus wel vol kan trainen. En dus niet, want dat, dat, ja, ja, als je dan de, de literatuur tegenkomt. Nou, daar hebben ze het allemaal over live high, train high of live high, train low. Dat is dus zo'n tentje. Ja. Uh, en alle live high, train low, high, noem maar op. er zijn, zijn goed in afkortingen en alle mogelijkheden zijn er. Maar het belangrijkste is erom dat ze erachter komen als je op hoogte echt zit. Kun je nooit die intensieve trainingen doen die je gewend bent. Omdat je gewoon met minder zuurstof te maken hebt waar deels het lichaam probeert voor te compenseren door meer rood bloedcellen aan te maken, maar dat is toch dat blijft onvoldoende. Je haalt nooit hetzelfde vermogen dan dat jij op uh, op C niveau haalt. En dus kan je bijvoorbeeld, uh, waar we het in een eerdere aflevering over gehad hebben, het belang van he, bijvoorbeeld 20% ja. intensieve trainingen voor spieropbouw en uh, snelheid, Klopt. die kun je helemaal niet doen op dat moment. Precies. Dus daar lever je ja. dan weer op in. Ja. ja. Maar nog even terug, dubbelblinde studie. Ja. dus, oh ja, de hoogtekamers, die hadden echt mooie slaapkamers, soort hotel. En daar, daar werd ook lucht ingeblazen. Ik denk wel wat fancier met minder geluid dan bij een beukboom thuis. Ja. En uh, nou, de, een groep goed getrainde atleten, die werd verdeeld over de kamers. En de helft die kreeg dan echt uh, zuurstofarme lucht. Ja. Uh, dezelfde uh, ja, uh, concentratie uh, als dat je op 3000 meter zit. Mm -hmm. uh, en de anderen, die kregen eigenlijk gewoon op zeeniveau op zij zaten. Gewoon een meter, Ja. meter. Ja, ja, ja. Dus op die manier kun je testen of, het, uh, hè, of kan je een, een blinde groep hebben. Zij kregen ja. precies hetzelfde trainingsprogramma voorgeschoteld, die twee groepen. Uh, zij wisten zelf niet waarin ze zaten, de onderzoekers dus ook niet. En nou, wat bleek na drie weken. Uh, Gingen ze eerst aan. vragen van, oké, okay, waar denk jij dat je in zat jij in een zuurstofarme kamer of niet? En van die, nou ja, de twintig misschien deelnemers had volgens mij één had het goed. <laughs> niet. Dus, dus was. Maar je echt... wil zeggen, dus, want ik zou dan denken, nou iedereen denkt, uh, ook oh, loopt de heige in mijn ja. kamer. Ik zit in zo'n kamer. Uh, maar je dus zegt dus, dus: zowel de mensen die er wel in zaten als de mensen die ja, niet in zaten, hadden het allemaal we fout. Hadden toch echt het gevoel van: nou ja, ik, ik ben ook op hoogte. Of uh, misschien, dus daar zit ook een soort: uh, uh, ja, misschien toen ik naar Valtoran ging, had ik ook die: ja, we gaan wel naar 2300 ja. meter. Ja, nou, Kijk, dit, mij dit wordt zwaar. Dit ja, wordt. Uh, ja, ja, ja. Maar uh, en nou ja, dat is dus één. Maar ten tweede gingen ze toen gewoon de testen doen van ja, de, de inspanningstesten. Dat, ja. En er was dus geen verschil tussen beide groepen. En weer dat sommigen wel op vooruit gingen, ook als zij op uh, hoogte waren geweest, zeg maar. Op die. Ja, maar ook dus op niet. Dat is maar eigenlijk een ook relevant. niet. En ja. de andere. dus het, uh, dat was eigenlijk. dat is de enige, of een van de weinige echt studies geweest, waar ze dus gezegd uitgeconcludeerd hebben. Ja, op deze manier lijkt er dus niet een verschil te zitten om op hoogte te gaan om je prestatievermogen te verbeteren. En moeten we dan nog kritisch zijn over de smalle populatie? Ik bedoel, twintig personen, ja. geen toppers. Ja, uh, we ja. doen een algemene uitspraak. Ja. Daar kun je natuurlijk wat kantteken. Maar je zei deze Deense onderzoek had zeven argumenten, of weet ik veel. Ja, dat was één. Dan en dan. daarnaast zei hij, oké, okay, stel dat jij nou, een, nou. Ten eerste wel een responder bent. Nou, dan was hij eerst, al zei hij, ja, let op. Eens een responder wil niet zeggen dat je altijd een responder hebt. En dan liet hij een andere studie zien waar de mensen gewoon. Na, na drie maanden opnieuw een, een op hoogste stage lieten gaan. En dan bleek ze dan in dat geval juist niet te reageren. Terwijl ze eerst wel een responder waren. Dus ja, ja. het is niet zo simpel dat je van tevoren kan zeggen. Ja, jij bent een responder, jij niet. Mm -hmm. Dat je dat kan afmeten aan bijvoorbeeld de hoeveelheid rode bloedcel die iemand van tevoren al heeft. Maar um, nou wat hij, um, hij, ja, hij beargumenteerde aan de hand van de bloeddoping experimenten. Dat, uh, kijk, als jij gewoon bloed inspuit. Ja. Uh, zoals de, de wielrenners een tijdje lang deden. Ja, de deden. Ja. En misschien, nou ja, laatst vorig jaar was uh, weer ophef over. Uh, operat uh, operatie Aderlast. Zo'n uh, Oostenrijkse uh, gebeuren. Waar uh, langlaufers en uh, cross-country skiers en een aantal wielrenners bij betrokken waren. Waar ook gewoon uh, zakken bloed werden gevonden. Ja, en, want eh. ik, heb, ik heb dat pas begrepen na het boek van Thomas Dekker. Wat je doet met bloeddoping, je gaat op hoogste stage. Je zou op dat moment bloed hebben met extra rode bloedlichaampjes. Dat tap je af, leg je in de koelkast. Ja. En later, als dat trainingseffect weg is, of je bent op zeeniveau en je hebt een race, dan dien je jezelf dat verrijkte rode bloed. Eigenlijk toe. wel, ja. Je hoeft niet per se op hoogste, je neemt bloed af en dat, je lichaam gaat sowieso al zeggen hé, hey, we hebben minder, minder rode bloedcellen, dus die gaat al, ook al EPO aanmaken. Gaat sneller als je op hoogte bent, maar dat gaat ook op, op zeeniveau zo. Ja. Eigenlijk kweek je gewoon je rode bloedcellen bij die je hebt afgetapt. En op het moment dat je moet presteren, dan gooi jij jouw bewaarde zak bloed erbij. Mm -hmm. Ja, en ineens van, uh, nou ja, normaal heb je vijf liter bloed... waarvan, pak een beet, twee ja, liter rode bloedcellen. En ineens prop je daar een halve liter rode bloedcellen bij... Ja, dan dus heb dat jij levert dus ook al meer rode bloedcellen. Precies. En deze onderzoeker een... die zei, dit, die bloeddoping, dat, dat haalt nee, ook niet Nee, nou hij, hij had beargumenteerd ja er zijn studies die laten zien dat je vanaf 150, 200 milliliter dat je effect hebt als je dat toevoegt. Dus je hebt niet eens zoveel het nodig. Dus microdosering wat hot is in de dopingwereld, want je pikt dat moeilijk op. Mm -hmm. zijn maar kleine hoeveelheden, maar die kunnen best wel effect hebben. Maar uit andere studies haalde hij... ja, maar dat werkt bij amateurs uh, of recreanten prima. Maar die, die profs die hebben van nature al iets meer rode bloedcellen. Daar moet je toch al snel richting de 400 milliliter... aan, uh, aan rode bloedcellen uh, extra geven. Ja, dat haal je bijna niet op hoogte. Ook niet als jij dus een responder bent. Uh, dus hij, ja, met, met dat argument ook zei hij van... Uh, nou ja, goed, uh, ik, ik heb... Ja, gaf hem de twijfels waarom hij zei, voor topsporters is een hoogtestage niet meer dan een trainingstage. En laten we dat zo afspreken, ik ga op hoogtestage, noem dat gewoon een trainingstage, ik ga lekker trainen, ik ga lekker slapen, eten, ja, ver weg en van alle besommeringen in een goed. mooie omgeving. Bij recreanten zou het wel iets sneller ja, want kunnen. Ik hoor jou uh... net in een bijzin iets spannends zeggen. Waarvan ja. ik Oh, laten we voorzichtig zijn. Want straks wordt de Slimme Vesteren okay. podcast gequoteerd. <laughs> als de bron van al het kwaad. Maar jij zegt net even: ja. Bij amateurs hebben dit soort kleine bloeddopingen of Ja, de, wel effect. Ja, ja zeker. <laughs> wat voor experimenten doe je zelf ja, joh? Ja, de, de, deze, nee, die, <laughs> uh, die heb ik nog niet gedaan inderdaad. Nee, ja, maar daar ook, dat is een Deense studie... die eigenlijk voor het eerst gekeken hebben van... Uh, wat is nou de minimale hoeveelheid rode bloedcellen die je moet geven... om. En die vonden inderdaad dat je vanaf 150, 200 milliliter... Uh, dat die groep iets harder ging fietsen. Dat, uh, ja, ik wil ja. nu toch ook even naar onze kijkers en luisteraars... onze eigen professionele verantwoordelijkheid steten. Don't try this at home. In ieder geval niet omdat je het bij ons hebt gehoord. Ga die studie maar zoeken. Ja, en, uh, ja. ja. Andere... Zonde, ik wil niet te veel afdwalen... maar in datzelfde congres waar ik deze Siebenman hoorde praten... was een, een ander verhaal. Ook heel interessant, van de Zweedse... En die, uh, die deed er jarenlang een studie bij uh, duikers. Ja. En uh, daar kom je dingen tegen. Hè, als je echt records van duikers ziet. Mensen die kunnen 11 minuten hun adem inhouden bijvoorbeeld. Ja. record. Of uh, duiken op één ademteug naar meer dan 100 meter diep. En die had ook gekeken bijvoorbeeld bij uh, ja, vissers in, uh, in Japan en uh, Indonesië. Die beroepshalve ja, uh, elke dag onder water zijn om vissen uh, te vangen met een speer of eventueel uh, schelpdieren. En die blijken gewoon vijf, uh, zes uur per dag onder water te zijn. En wat, wat de, zij uh, liet zien is uh, dat de duikrespons, dus eigenlijk uh, op het moment dat jij onder water gaat of je adem inhoudt, dan uh, gebeuren er twee dingen. Is, uh, ten eerste, dan gaat je hartslag omlaag. Uh, en ten tweede is dan knijpen eigenlijk je, je bloedvaten in je huid samen om zoveel mogelijk bloed naar je hersenen te laten gaan. En zij had dat gekoppeld aan hoe goed is je duikrespons aan, uh, uh, aan hoogteziekte bij, tijdens een expeditie van de Mount Everest. Okay. Dus zij had gewoon een, een groep uh, mensen bekeken die naar de Everest gingen, genoteerd uh, van tevoren hoe goed is je duikrespons. En uh, word jij ziek? Hoe goed kun jij tegen de hoogte? En zij vond een uh, duidelijke koppeling tussen die twee. Daarmee suggererend dat je in plaats van uh, dat een hoogte-stage in de ijle lucht, dat je dat wellicht ook op andere manieren kan trainen. En dat, is, dat merk je dan ook. Je hoeft ook. Er zijn ja, in die studies die er zijn, dus met die tentjes, noem maar op. zijn er ook allerlei andere trainingsvormen waarbij mensen wel gaan trainen. Maar wel met minder zuurstof vanuit een, een, een zuurstoffles. of in ieder geval uit de fles. of in een, in, in een soort in een, uh, een, een hoogtekamer met minder zuurstof. daar hun inspanning doet. Dus dat je tijdens je inspanning minder zuurstof aanbiedt. alleen dan niet wekenlang, of dan die 16 uur per dag, wanneer je moet slapen. maar gewoon tijdens de inspanning zelf. En wat het idee daarvan is, is bijvoorbeeld dat jij, je gaat al minder diep, want je mm. kan wel eens wel zijn met je spieren, die uh, je belast daarmee ook eigenlijk bijvoorbeeld je pezen uh, etcetera, en je botten minder. Dus dat je eigenlijk wel je, je spieren enorm triggert tot aanpassingen, dus door, door, uh, door tot adaptatie, zonder dat je daar blessures van krijgt. Dus met name goed voor de revalidatie. Ja, nou, die, die verhaal van haar was eigenlijk, ga lekker onder water je duikrespons trainen. Ja. Want ook dat, dat merk en je. je duikrespons trainen is dus proberen zo lang mogelijk onder ja. water te blijven? Ja, dat is want een, daar een zijn die, die mensen die zo uh, die, die goed... Kun je die, gewoon in de badkuip doen, ja. bij wijze van spreken. Ja, en dat is eigenlijk wat ik onthouden heb ook van dat verhaal. Dus, en daar is een stukje bij dat je milt. Uh, daar zit ook nog een voorraadje rode bloedcellen in. En als jij lang onder water gaat, dan, dan gaat je mild uh, samentrekken. En dan kun je die extra rode bloedcellen geven. Dus uh, voordat doet, jij. doet mij denken aan. Voordat uh, je met, met, met een bloedzak aan de slag gaat. Uh, misschien kun je, je dat de, dat dit al uh, proberen. Ook al, uh, ah, ja, zo kom je erop natuurlijk. Ja. Ja, om als amateur wat experimenten te doen. Precies, want voor gaan je eens... weet. Uh, waar ik hier. Uh, nee, 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 die, die hebben we nu vaak genoeg gezegd. Wij betogen geen uh, doping en ja. experimenten. Als je dat doet, dan moet je het zelf maar weten. Laat het dan trouwens wel in de reacties even weten. <laughs> <laughs> wat je hebt gedaan en wat je hebt geleerd. Maar dan komen we zo op. Ik moet even denken aan wat je zegt. Op onze maandagavond zwemtraining. Die hopelijk uh, binnenkort ja. weer gaan, uh, kan gaan plaatsvinden, zegt uh, Edwin ook uh, altijd. Die doet om de zoveel tijd wel eens van die oefeningen dat je moet gaan trainen ja. met adembeperking. Ja. Hè? Dat je ja. niet meer iedere slag, Klopt. maar dat je om de vijf of om de zeven ja. keer uh, uh, slaan gaat, gaat ademen. Ja. Is dat hetzelfde idee of is dat weer iets anders? Want hij doet nee, dan altijd het, je hierom. Je ik longen? denk het zeker wel. Ja, kijk, er is een heel spectrum van. Kijk, die hoogtestage, dan ben je continu in een omgeving met, met minder zuurstof. Onder water, ja, dan, dan heb je gewoon nul zuurstof, zeg maar. Maar daartussen kan je lekker gaan spelen. Ja. En dat kan je dus inderdaad doen door, uh, ja, door in een hoogtekamer met, met minder zuurstof hoogte tentje. Maar je kan ook prima onder water. Uh, Want Jurgen, nu ben ik toch een beetje in de war. Want ja. we begonnen deze aflevering met de constatering van in ieder geval deze Deense wetenschapper dat het hele ja. trainen op oogstase wellicht onzin zou zijn. Maar nu praten we toch over ja. de trainingseffecten van zuurstofbeperking. Ja, ja. Dus nu, nu ben ik, ja, waar staan nou we ja, nou? En daar heb je wel een puntje waar hij ook uiteindelijk uh, wel op duidt. Hij zegt, ja, we, een hoogtestage kan zeker helpen... los van het placebo-effect ja. als trainingstage, zegt hij. Ja, maar gooi het dan niet op die extra rode bloedcellen... of op die extra hemoglobine. Maar gooi het op... Uh, effecten die daar los van staan, dus los van het bloedbeeld, ja, en die zijn er ook wel, maar nog niet heel duidelijk. En dat is bijvoorbeeld wel dat je meer energiefabriekjes aanmaakt in je spieren, en dat je wellicht meer bloedvaatjes in je spieren kan aanmaken. En dat is dan niet zozeer ja, dan meet je dan niet terug zo 1, 2, 3 in die prestatie, maar um, er is wel een ja. Eén studie gedaan in topatleten, waarbij ze één groep kregen een hoogtestage en een andere niet. En wat ze gedaan hadden, ze hadden dan na afloop daarvan, hadden ze gezorgd dat die beiden evenveel hemoglobine hadden. Mm -hmm. Dus eigenlijk, sommigen hadden misschien meer hemoglobine door die hoogtestage, anderen hadden niet gereageerd. Maar ze waren begonnen met allemaal dat uit te middelen, of in ieder geval daarvoor, ja, ik denk de groepen dusdanig te maken dat de gemiddelde hemoglobines precies hetzelfde waren... Dus dat je niet kon zeggen, kijk, ze hebben een ander bloedbeeld, ze hebben een ander uh, aantal rode bloedcellen. Uh, en daarmee meer, meer, kunnen ze meer zuurstof uh, transporteren. Ja. Maar je had wel een groep die op hoogstrage was geweest, andere niet. En dan bleken die toch in een bepaalde test, die kan die niet uh, helemaal een sprinttest of zo, het beter te doen. En dat was een aanwijzing dat zei, hey, misschien is er wel meer aan de hand dan alleen maar die, die, die kweek van uh, nieuwe de aanmaak van nieuwe rode bloedcellen. Maar dus uh, aanpassingen op spierniveau, richting misschien meer mitochondriën van die energiefabriekjes. Uh, en dat was die Sieberman, kon dat ook niet uitsluiten, dat dat er misschien doorhe doorheen speelde. Maar hij benadrukt nogmaals: jongens, ik wil niet meer horen of lezen in de krant. die en die atleet is uh, op hoogtestage naar inderdaad uh, Tenerife of no een mooi exotisch oord. Om zijn aantal rode bloedcellen op, op te, te krikken. Laten we het gewoon over een, een, een trainingstage ja, in, op, ja, ja. Een, in een leuke omgeving hebben. En, maar dan komen we natuurlijk op onze hoofdvraag van de Slimmer Presteren ja. Podcast. Zeker voor amateurs, hoogtestage zinvol of niet? Ook de titel van deze aflevering. Ja. Wat gaan we hier dan op antwoorden? Ah, Want het wordt nu een beetje semantisch. Ja, zeker. Ja, uh, misschien wel zinvol, maar niet om er extra rode bloedlichaampjes aan te, ja, aan te maken. Ja, maar als jij... Kijk, ik, uh, ja, jij fietst ook, uh, denk ik, komt ook ja, niet ver voorbij de Amerongse Berg vaak. Hè? Dat klopt. is toch wel het... Uh, ja, klopt. Ja, die kan je denk ik wel dromen, hè, ja, inmiddels. Ja. En dat zijn al die heuvels hier in de omgeving. In die zin is het fietsen in, uh, in de Alpen of uh, in de andere omgevings altijd aan te bevelen. Ja. Um, maar ja, de essentie ik, is dus, die mythe... Van je gaat rode bloeglichaampjes kweken. Dat Lop. is onzin. Precies. Ja. En daarnaast hebben we dan nog allerlei nieuwe argumenten en excuses voor je aangedragen. waarom je toch aan je vrouw ja. kan verkopen, of aan je man. kan verkopen dat jij een paar duizend euro gaat uitgeven. aan een mooie tra trainingstage. Noemen we het dan in de ja. Bergen of ja. in de Alpen? Dat is dus eigenlijk ja. wat het is. En ik vind ook nog. Uh, ja, het gemak waarvoor. eigenlijk nu toch al die profploegen kiezen. bij het wielrennen in ieder geval, maar triatleten ook. voor die. Ja, we, we, het adagium is toch, we moeten op hoogte en eenmaal, dat hoort er nu bij. Ja, dan denk ik: kijk, stel dat er nou een atleet tussen zit, die ja, heel veel last van heimwee heeft of zo, juist mist of. hé, hey, laten we even bij de actualiteit blijven. Uh, als we voorlopig nog niet op reis kunnen naar de Klopt. Alpen, kunnen ja. we bij deze de hoopvolle bericht delen ja. dat je gewoon op trainingsstage naar Drenthe kan. Precies. Ja. En dat je daar ook echt wel heel veel effect gaat krijgen, misschien wel meer dan die paar extra rode bloedcellen die je zou kweken in de Klopt. Alpen. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap dus. Hè? Ja. Nou, dat vind ik in deze tijden toch heel hoopvol. Nou. En ik ben benieuwd om van jou te horen hoe jij hier tegenaan kijkt. Eén, ga je wel eens op hoogste stage? Of heb je ervaring met andere? Hm, uh, Grijzachtige experimenten. <laughs> Zo ja, wat doe je dan? Laat het ons vooral weten. Maar uh, doe het veilig. Doe geen domme dingen, zeggen we hier graag in de Slimmer uh, Presteren podcast. En je kan uh, via een aantal manieren op ons reageren. Dat kan via social media. Dat zijn we te vinden op Instagram en Twitter, via de @slimmerpodcast Podcast. We maken een post van iedere aflevering, en daaronder kan jij natuurlijk reageren. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Waarin je onder de aflevering van deze uitzending ook een reactie kan achterlaten. En uh, daar kun je ook van elkaar lezen en met elkaar in gesprek. En steeds meer mensen beginnen dat te doen. Dus kom mee met ons in gesprek. Of als je zegt, nou ik ben niet zo van het uh, publieke domein, ik wil jullie gewoon even één op één een, een bericht sturen. Dat kan ook. Je kan ons gewoon e-mailen via post.slimmerpodcast.nl. En uh, nou, we kijken uit naar je reactie. En mocht jij nog mensen kennen voor wie deze aflevering interessant is, misschien de mensen die gaan over het plannen van hoogtestages bij proefploegen... en nu met hun handen in het haar zitten omdat ze niet naar het buitenland mogen met de ploeg, stuur de link naar deze aflevering vooral even naar ze door, zodat we allemaal gewoon slimmer kunnen gaan presteren, ook hier in Nederland. Dankjewel, Jurgen. Graag gedaan.